Hoi, welkom bij een nieuwe video. Ik ben nu in een soort van jungle, dus ik voel me net Elsa. Ik heb net nog even content zwemmen gedaan. Oh, ja, ik hou van jou, denk ik. Doei! Hoi, welkom bij een nieuwe video. En in deze video ga ik naar de première van DuckTales. En dit is eigenlijk een nieuwe serie op Disney Channel. Eigenlijk is hij niet echt nieuw. Hij is gewoon midden in een nieuw jasje gestoken. En vandaag ben ik bij de première. Je kan hier ook heel veel verschillende activiteiten doen. Bijvoorbeeld in een bak met goud zitten. Net zoals een Dagobert Duck. Nou, ik kwam net sterren tegen van het Junior Song Festival. En The Voice natuurlijk. Maar zij vlogt ook voor Tina. En wat doe jij nou eigenlijk voor de Tina? Nou, ik ben de sterrenvlogger, dus ik interview meestal bekende Nederlanders. Maar ik ga ook naar dit soort events om een leuk verslag te maken voor tijdschrift Tina. En naast zingen doe jij natuurlijk ook vloggen, maar wat doe jij daarnaast nog? Ik dans ook heel graag. Presteren dus inderdaad, vloggen en zo. Ik speel ook gitaar, dus dat vooral, ja. En wat denk je dat er gaat gebeuren met DuckTales en zo? Nou, ik heb net al een beetje gehoord hoe het eruit gaat zien qua verhaallijn en zo. En ik vind dit evenement al superleuk, dus ik denk dat het zeker gaat scoren en dat het echt heel cool gaat worden. Nou, je kan hier ook zelf Donald Duck of personages uit DuckTales tekenen. En dat wordt op een groot scherm laten zien. En je krijgt ook een boekje met een potloodje waar je dan alles kan intekenen. Nou, zoals je ziet ben ik nu in de zaal en dan ga ik nu even wat kijken. Nou, ik heb net 2 afleveringen gekeken van DuckTales en ik vond het echt super leuk, want er komen heel veel verschillende personages in. Bijvoorbeeld de zware jongens, die zijn er ook weer in. En Kwik, Kwik en Kwak. En ze hebben nu een nichtje erbij, dat is namelijk Wendy. En samen gaan ze allemaal avonturen beleven. Nou, Wendy is het nichtje van Kwik, Kwik en Kwak. Is niet echt een echt, zeg maar, een... gewoon meisje die van poppen houdt en zo. Ze is een beetje een stoer meisje, houdt van pijltjes schieten op iedereen en zo. En Kwik, Kwik en Kwak, die ja, vinden soms dat niet heel erg leuk. Dappere helden trekken te velden. En ik weet dat ze naar hun moeder op zoek gaan. En ik weet nog niet hoe ze dat doen. Ik ben wel heel benieuwd hoe ze dat gaan doen. Dus ik ga zeker weten alle afleveringen kijken. Nou, natuurlijk komt Willy Wortel er ook in terug. En ook zijn lampje komt er weer in terug. En dat vind ik echt super leuk, want dat is ook altijd in de stripboeken zoals ik hier al ziet. En ja, ik vind het gewoon zo leuk dat ze alles uit de Donald Duck hebben gedaan in deze serie. Leven is een wervelstorm hierin. Stad. Auto's, lasers, vliegmachines, bliksems, het is wat. Het is voor jong en oud, jongens en meisjes. En er zit veel humor in, er zitten vernieuwende dingen in. Dus bijvoorbeeld smartphones, televisies, YouTube en zo. Dat soort dingen en zo. Dus dat vond ik zelf ook heel leuk om te zien. Alles wat je droomt gebeurt in DuckTales. Zaterdag komt het op Disney Channel en daar kan je dus alles zien. En dat is echt super leuk. Ik ga zeker weten kijken. En na de film kreeg je ook nog een, nou, na de afleveringen kreeg je ook nog een goodie bag. En hier zitten verschillende soorten dingetjes in. Bijvoorbeeld stripjes zitten erin. Er zit een keycord in, zoals ik hier zo heb. Er zit een pen van Disney Channel en een fluitje natuurlijk. Als een eend. DuckTales komt in heel veel verschillende landen. En ook dus in heel veel verschillende talen. Ik weet eigenlijk nog niet hoeveel afleveringen er komen. Maar het lijkt me wel super leuk om ze allemaal te gaan kijken. En je kan ze ook op social media vinden. Dat is namelijk met de hashtag DuckTalesNL. En daar heb je alle dingen van DuckTales. Ik zal wel even voor jullie onder deze video in de beschrijving een linkje voor jullie zetten, zodat jullie er ook heen kunnen gaan. Ik ga met de kinderen een tochtje maken. Ja! Ja! Ga mee op avontuur met de dapperste eendenfamilie. Onze familie is echt te gek.
Vanaf zaterdag 10 maart, elk weekend om 8:15. Nieuw op Disney Channel. Nou, dus jullie moeten allemaal zaterdag kijken op Disney Channel voor het vervolg van DuckTales. Het lijkt me echt superleuke serie. Dus vonden jullie dit nou een leuke video? Geef ons zoveel mogelijk duimpjes omhoog. Abonneer op het kanaal en zet een vet leuke reactie onder de video. En dan zie ik jullie volgende week weer. Doeg! Hoi, welkom bij een nieuwe video. Nou, dit is het vliegtuig waar ik net in vond. Het is zo leuk dat ik er nu nog een keer in. En het is 3D. Super lekker. Goed recept. Alleen iets minder appel.